deze Ravensburger-puzzel die vanuit Disney komt, van allerlei hele bekende Disney-films, die was eigenlijk ontzettend moeilijk te maken. Zoals je ziet missen we ook één stukje bij de puzzel. Hier, daar mist er eentje. Bij Cruella de Vil van 101 Dalmatiërs. En we hadden één puzzelstukje extra. Deze, die was bij Ursula van de Kleine Zeemermin. En die ligt op dezelfde rij waar we een dubbel van hebben. Nou ja, dus dat kan ook gebeuren. Wat heel lastig is om te maken bij deze puzzel, zoals je hier ziet, is al het rood. En je ziet hier zelfs een beetje een gebouw op de achtergrond bij de Hartenkoningin. Hier zie je ook nog een kleine afbeelding. En vooral de randen, die waren nog wel wat makkelijker te maken. Omdat daar best wel wat kleuren in zitten en zwarte randjes. Maar het allermoeilijkste, en dat hebben we ook tot het laatst gemaakt, dat zijn deze bloemenkransen eigenlijk, of boomwortels, die helemaal van onder naar boven gaan. En die ontzettend moeilijk zijn te leggen. En we hebben op een gegeven moment gewoon de stukjes gekeken hoe die eruit zagen. Je kunt dan bijna niet meer op kleur leggen, maar dan moet je echt naar vorm gaan leggen. En die loopt tot de hele puzzel door en die is heel moeilijk. Tevens is de heks hieronder uit Sneeuwwitje, de Evil Witch, die was ook heel erg lastig te leggen. Vooral met dat zwarte en die gele kleuren. Deze was nog wel relatief makkelijk te leggen uit Sleeping Beauty, Maleficent. Beetje moeilijke naam. De handen waren ook nog wel makkelijker te leggen. En deze is ook nog weer moeilijk te leggen. Dus uiteindelijk best een moeilijk te leggen puzzel waar je vrij lang over doet.